Na de aankoop van de kerk in Oosterhout heeft de Overbetuwe nu ook nieuwe plannen voor het parochiehuis. Lokale gelovigen zien het met leden ogen aan. Het kan schijnbaar niet anders, maar ik vind het wel erg mooi. En verder in het nieuws vandaag. Aangereden Wolf gaat naar Nijmeegs Museum. En de definitieve selectie van NEC is bekend. Steeds meer kerken worden aan hun eredienst onttrokken en krijgen een nieuwe bestemming. Zo ook de Sint-Leonarduskerk in Oosterhout. Een aantal maanden geleden is deze kerk gekocht door de gemeente. En vandaag is bekend geworden dat ook het parochiehuis een nieuwe bestemming krijgt. Voor trouwe parochianen is dit een lastige gewaarwording. Jan Veens is een trouwe parochiaan van 99 jaar. Ondanks dat het lastig is, kan hij de keuze van de gemeente ook begrijpen. Ja, dan moeten ze iets mee met dat gebouw. En ja, hij zou nog wel een pijtje open blijven schijnbaar. Maar de bedoeling is dat het een keer iets anders wordt. En dat vind ik niet zo. Maar het kan niet anders. De kerk en het parochiehuis worden beide een nieuw onderdak voor het dorpshuis. Ondanks het gemis straks is Jan zich ook bewust dat tijden veranderen. Ik weet nog dat die kerk gebouwd is. Ja, helemaal goed niet. Ik was toen denk ik 7 jaar of zoiets. Vroeger stroomde die kerk vol. En nu, ja, sporadisch zit hier iemand, weet je wel. Dus het kan ook niet anders, bijna. Maar ik vind het wel jammer. Het bestuur van de gemeenschap blijft hoop houden. Zo blijft onder andere de begraafplaats nog wel eigendom van de parochie en gaan de maandelijkse gebedsdiensten nog door. Momenteel wordt er gezocht naar een passende vervangende locatie. De laatste eucharisatiedienst vindt plaats op 9 maart 2025. Ja, ik zou al geluk hebben dat ik misschien 100 word. Maar Hoe is dat nou op Storensweg? Alles verdwijnt een beetje. Ik ben altijd nog wel een beetje een trouwe kerkganger geweest. En dat is nu voorbij. Experts schatten dat er in de provincie Gelderland zo'n 7 à 8 roedels wolven leven. Daar gaan natuurlijk af en toe enkele van dood. Normaal gesproken worden die wolvenresten dan vernietigd. Maar musea willen nu met de resten van de wolf aan de slag. Zoals bijvoorbeeld de Bastij in Nijmegen. De wolf van de A12 die afgeschoten is. Het is alleen niet meer de hele wolf, maar enkel de huid. Het is een wat kleiner pakketje geworden. Ja, zoals je kan zien. Ik denk zelf dat we hier naar de rug of de buikzijde kijken. Die is onlangs teruggekomen uit Duitsland. Daar is hij gelooid. Dus als het allemaal volgens plan gaat, hopen we in december de huid weer te transformeren tot het echte preparaat, tot een echte wolf. Dat we hem kunnen ontdooien, dat we hem eigenlijk om de mal kunnen binden. Ja, dat lijkt me heel gaaf. Ook Naturalis in Leiden krijgt dode wolven voor exposities om zo te leren van de roofdieren. Hier gaan ze voor hetzelfde doel. De hoeveelheid tanden, de hoeveelheid teennagels of juist de zachte voetkussentjes. Die dingen kan je nu juist wel van dichtbij bekijken die je anders nooit zou zien. Het is ook een wolf met een verhaal. Hè. Hij is aangereden, daarna afgeschoten, ook alsof een genadeschot. Dat verhaal willen we als museum zijn ook vertellen. Het Nationale Park de Hoge Veluwe is ook bezig om delen van een onlangs dode wolf in handen te krijgen. Op deze plek troffen we een dode wolf aan, gewonden door een wandelaar. Dan komt er een heel proces op gang. En dan, wij moeten de politie waarschuwen enzovoort. Vindt er nu onderzoek plaats. Wordt door een scan gehaald, gekeken of er loodresten in zitten. Al dat soort dingen gebeuren nu. Wordt gekeken of het beest misschien vergiftigd is. Dus dat wordt heel serieus opgepakt. En als het onderzoek is afgerond, willen wij eigenlijk die wolf weer gaan gebruiken voor de educatieve doeleinden. Kinderen bijvoorbeeld kunnen zien wat een prent van een wolf in het zand is. Of hoe zo'n schedel van zo'n roofdier eruit ziet. Kunstenaar Huub Kortekaas is afgelopen zaterdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn vrouw Adelheid Kortekaas in een persbericht. Het kunstenaarsduo Het Winsen is vooral bekend van de Tempelhof. De bijzondere tuinen rond hun woning. Ook zijn er in de openbare ruimte in de regio veel kunstwerken van het echtpaar te vinden. Vaak gekenmerkt door ruw bronskleurig staal. In de vorm van tulpen of andere bloemen. Het open weekend van de Tempelhof op 14 en 15 september gaat op verzoek van Kortekaas gewoon door.
Twee actiegroepen hebben maandag geflyerd bij de opening van het academische jaar van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een groep, die zich Sinus Rebellion noemt, wijst op de klimaatcrisis. Volgens de actievoerders is de temperatuurstijging sinds 1850 1,2 graden hoger dan wordt gezegd. Daarnaast wordt er geflyerd om de situatie in de Gazastrook onder de aandacht te brengen. Zoals actievoerders eerder deze zomer deden door onder meer te kamperen bij de universiteit. Volgens een woordvoerder van de universiteit gaat de commissie onderzoeken of er inderdaad strafbare feiten worden gepleegd in Gaza. De actievoerders begrijpen daar niets van. Zij stellen dat na een jaar oorlog dat nu toch wel duidelijk moet zijn. De geplande aanpassingen aan de Maas- en Waalweg tussen knooppunt Ewijk en Druten zijn inmiddels uitgevoerd. Afgelopen weekend was de weg hiervoor een hele dag dicht. Er zijn wegdekreflectoren en ribbels geplaatst bij de markeringen tussen de twee weghelften. Dit moet ervoor zorgen dat automobilisten gewaarschuwd worden als zij op de verkeerde weghelft dreigen te raken. Daarnaast zijn er langs het traject monoborden geplaatst. Deze borden roepen weggebruikers op om geconcentreerd te rijden en zich niet te laten afleiden door bijvoorbeeld de mobiele telefoon. Gemeente Overbetuwe organiseert volgende week een fietsbijeenkomst voor senioren in de huiskamer van Zetten. De gemeente is officieel een zogenoemde doorktrapgemeente. Wat betekent dat er extra aandacht is voor veilig fietsen voor senioren. Er wordt tijdens de bijeenkomst advies gegeven door een fietscoach en er zijn tips voor veiliger en prettiger fietsen. De bijeenkomst is volgende week woensdagochtend tussen 9:30 en 12:00. De kunstenaar Wassem Salam, die zijn thuisland Libië moest ontvluchten, heeft zijn ingrijpende ervaringen verwerkt in een reeks kunstwerken. Deze kunstwerken, die getuigen zijn van zijn levensverhaal en innerlijke strijd, zijn nu te zien tijdens zijn expositie in Bibliotheek Zwaneveld. Tekenen en kunst maken zijn al sinds zijn jeugd Wassems grootste passies. Ondanks de vele obstakels en uitdagingen die hij in de afgelopen jaren heeft moeten overwinnen, heeft hij nooit zijn liefde voor kunst opgegeven. In plaats daarvan heeft hij zijn moeilijkheden omgezet in creativiteit. So I have here 1 year, 3 months, I think. It's a long travel. When I my first station is Greece and French and Belgium, and the last station here in Netherlands. Met zijn kunst wil Wassem Salam niet alleen zijn persoonlijke verhaal vertellen, maar ook anderen inspireren. Hij streeft ernaar een nieuwe beweging te starten die laat zien hoe kunst kan dienen als een krachtige uitlaatklep in moeilijke tijden. The work is this is a new movement style artistic. It's unique style artistic. He translate my movement art is named philosophy of visual art. This is a new movement. You need also a lot philosophy for the paint, and also the my situation, sad sometimes, happy some, it's different. It's also it's hard the situation, also the bad situation. En om deze gebeurtenissen te verwerken in kunst, is dit voor hem ook een fijne uitlaatklep. I remove a lot stress because the painting he gave me a chance to remove stress, to remove skip the stress in my mind, in my life. So it's different. The day after day, I feel good after and good and good. En een van de kunstwerken is wel erg bijzonder. Het is een uit één hand getekende lijn. Een lijn met een begin en een einde. Maar dat einde, dat is nou juist net de zoektocht in het schilderij. I give the chance a lot public here went to watch to my painting, but never ever to find it. So it's very hard. If you find it, you have amazing mind. So I don't think so. Nobody is here found it alone. En dat einde van die lijn moet dus hier ergens zitten. Vannacht om 12 uur sloot de transfermarkt in Nederland, waardoor voetbalclubs geen nieuwe spelers meer kunnen binnenhalen of verkopen. Ook bij NEC is de selectie voor dit seizoen dus compleet. Hoe hebben ze het gedaan en is het elftal van trainer Rogier Meijer wel compleet?
Nou, op zich, als je gaat kijken naar de spelers die ze gehaald hebben, ben ik wel redelijk tevreden. Er zijn toch wel wat talenten weer gehaald. Ik ben heel erg benieuwd hoe onze nieuwe spits het gaat doen. Kento komt uit Japan, 19 jaar jong. Dat moet echt een talent zijn. Unal vind ik een goede aankoop van de NEC. Van de Graafschap wel een dure aankoop, want het heeft bijna 1 miljoen volgens mij gekost. Maar ook daar zit wel heel veel potentie in. Oaisa is van de winter al gehaald, maar is pas deze zomer gekomen naar NEC. Ja, daar zit ook wel heel veel potentie in. Dus je ziet dat ze vooral spelers hebben gehaald waar we de komende jaren meer van gaan zien. En nog niet gelijk er staan. En dat laatste is dan misschien een beetje mijn kritische punt. Dat we niet gelijk een naam hebben. We hebben natuurlijk Jasper Cillessen gehad. Nou, die is vertrokken deze zomer. Lasse Schöne voetbalt er natuurlijk nog wel. Dat soort namen. Ja, ik had een beetje gehoopt dat er zo'n naam bij zou komen deze zomer. Dat is NEC niet gelukt. De Mand kijkt zelf terug op een vrij geslaagde transferperiode. Ik ben heel blij dat Thomas Aujan, dat ze die gehaald hebben. Een ervaren speler. Nou, we hebben afgelopen zaterdag ook gelijk zijn kwaliteit kunnen zien. Dus echt een meerwaarde vind ik voor het elftal. Wat het elftal ook beter gaat maken. Dat is wel een beetje die ervaren speler dan. Alleen hij had nog weinig wedstrijdritme. Maar misschien het knapste vind ik nog wel dat ze een aantal spelers hebben kunnen behouden voor NEC. En dat zijn Dirk Proper, international natuurlijk bij Jong Nederlands Elftal. Die hebben ze weten te behouden. Sandler hebben ze weten te behouden. Kelvin Verdonk hebben ze weten te behouden. Iedereen was een beetje bang. Nou, die zullen allemaal wel gaan. Nou, dat vind ik eigenlijk nog wel het knapste, dat ze die gewoon binnenboord hebben gehouden. Hoewel de transfermarkt officieel gesloten is, lijkt er nog wel enige bewegingsruimte te zijn. Er is nog wel een kans dat ze nieuwe spelers kunnen halen, maar dan moeten ze wel transfervrij zijn. Dat betekent dat ze niet onder contract staan op dit moment van een club. Dat zijn niet zo heel veel spelers, dus ik acht die kans niet heel erg groot, maar het kan dus nog wel. En dan nog het weer. Na een vrij grijze, maar toch nog wel een warme dag, trekken er deze avond enkele buien over de regio. Ook de woensdagochtend zal in het teken staan van wat regen. Maar verderop in de dag wordt het vaker droog en zien we ook nog de zon even. Het wordt hierbij slechts 20 graden. De dagen erna lijkt het erop dat de zomer nog even afscheid komt nemen. Donderdag en vrijdag lopen de temperaturen respectievelijk op tot 26 en 28 graden. Kijken we iets verder, zien we ook nog een warme zaterdag. Maar zondag moeten we dat dan weer inwisselen voor een buiig weerbeeld. Dit was het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 3 september. Kijk voor het meest actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Volg ons ook even op de sociale media. We zijn te vinden op Facebook, Instagram, X, Threads en TikTok. Graag tot morgen!